Okay, people, let's go to work. Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij Disneycraft aflevering 72. Alweer een aflevering dat je zegt van, hey, dat is 72. En ik heb iets heel vets, want in elke aflevering hebben we zoiets van, gaan we fun beleven, gaan we wat bouwen, gaan we bezoeken strijteren, gaan we Robbie pesten. En in deze aflevering wil ik dat gewoon allemaal niet doen. Ik wil gewoon bouwen aan een attractie die we gaan verbeteren. We gaan namelijk Disneycraft renoveren. En dat betekent dat we vanaf de spawn beginnen aan alles opbouwen. Nou goed. Ik heb hier een Cars gemaakt. Dit is een Cars en die had lichten nodig. Nou, koplampjes, huppakee. Ik ben de Cars aan het mooi maken. Die ga ik zo bouwen. Ik zal eerst naar spawn gaan om te kijken wat we nou hebben veranderd. Nou, om te beginnen. Het hotel is al vernieuwd. De spanwarp is al, of waar je spant, dat gebied is al vernieuwd, dus het plein. Dan als we verder gaan, even kijken hoor, wil ik zeggen dat het nieuwe kassasysteem is helemaal overdekt. Dus dat is een heel nieuwe soort van huisje gekomen. En het plein wordt nu vernieuwd. De Main Street is geüpdate. Dan is er hier nog een gat waar je dan kan kijken wat nog verbeterd wordt. Even kijken, dan gaan we het treinstation helemaal verbeteren. Dus langzamerhand wordt het heel vet allemaal. Maar nu gaan we naar Warp Cars en dan gaan we kijken voor de upgrade. Ik ben nou, kijk, ik heb het helemaal overhoop gegooid. Ik heb de attractie overhoop gedaan met de ingang, maar ook de inrichting van de hele attractie. En Oscar is er ook bij. Hallo Oscartje, hallo. Even kijken hoor. En de VIP's houden mij eigenlijk heel vaak in de gaten. En die hebben dus ook gemerkt dat de Cars een beetje een renovatie krijgt. En dat was ook wel een beetje nodig. Ik denk dat dit wel een hele geliefde attractie was. Is nog steeds, hè. Ik zeg was, maar het is het nog steeds. En ja, oh, ik verniel het allemaal. Ik had op ongeluk verkeerde knop. En ja, ik denk dat we wel iets heel vets kunnen maken. Want ik mis eigenlijk een stukje dark ride in Cars. En als je de originele Cars attractie kent van uit Disneyland, die ik natuurlijk echt heel vaak heb bekeken, want dat is een ontzettend gave attractie. Ja, dan merk je ook dat het gewoon binnenin is. Die attractie is binnenin. En ik kan niet wachten om een keer naar Disneyland te gaan. Maar ze hebben hem niet in Disneyland Parijs uit mijn hoofd. Daar staat hij niet in. Ik weet dat Disneycraft... Oh, die muziek hoor, mooi. Ik weet dat Disneycraft niet... het is wel gebaseerd op Disneyland, maar het is geen remake. Dus we hebben ook bij deze... Kijk, we hebben Radiator Springs. Dat is het stadje van Cars. Dat hebben we proberen na te bouwen. Althans, van foto's heb ik dat afgebouwd. Want dit kon ik nergens op Minecraft vinden dat iemand dit al heeft gebouwd. Dus ik had zoiets van... Oké, ik moet het dus nabouwen van foto's. En dat heb ik dus gedaan. Dus vandaar dat je hier dus zeg maar die lange gang ziet. Het is of die lange weg... En de overkant zit dan een soort van gebouw. Dat is dan een soort waar de burgemeester, denk ik, aan mijn hoofd woont. Ik weet het even allemaal niet meer. Het is al een tijd geleden. Cars is wel een hele awesome film. Ik heb hier deel 1 en 2 liggen natuurlijk. Ik heb dit gesloopt. Dit stukje. Ik zal het dan verder gaan slopen. Even met de hand. Het is niet zo heel veel werk. Zo. En u ziet dat ik al van tevoren heb ik al een beetje gebouwd hieraan. Want het is altijd weer een beetje ja, irritant als ik dit allemaal... Kijk, ik heb dit hele stuk al weggehaald. Dus het wordt vrij groot verbreed. Nog een zwevend boompje. Zo. En kijk, hier is dan de grot waar je dan uitkomt. Dus het moet dan ongeveer een stukje dark ride worden. Zo, dat sluit dan zo aan. Het wordt een grot worden. Zo. Ik doe maar wat hoor. Ja, Oscar. Ja, het is wat. En hier ga je erin en daar kom je eruit. Dus je gaat eigenlijk achter de attractie door in een stuk dark ride. En die dark ride zit dan achter deze berg verstopt. Wauw, fantastisch. Het is niet te geloven. Nou, en die grot wil ik met cars natuurlijk ja, volmaken. En ik denk dat we aan de buitenkant zand gaan doen. Dus wat ik nu ga doen is gewoon een klein laagje. En schrik niet, want het gaat zeker vallen, let maar op. Maar dat is juist de bedoeling. Niet helemaal. Want dit is ook niet de bedoeling. Nou, weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we de berg een beetje heel lelijk maken zo. Wauw, dit is echt mooi. Het is net een kasteelmuur. Nee, doe het een beetje slopen zo. Beetje random. Je slaat ook gewoon wel blokjes weg zo, dat het wat valt. En dan lijkt het net een klein bergje. Maar het moet vanaf de achterkant moet het een berg lijken, want de binnenkant ziet toch niks. Nou, dan gaan we even hier staan. En dan zie ik inderdaad zand.
Ziet er een beetje raar uit dat hij zo dichterbij zit. We zouden eventueel dit nog weg kunnen halen. Dat hekje hier. En dat kunnen thematiseren aan de andere kant. Dus dat ga ik ook maar gelijk doen. Zo, dan halen we dit weg. En dan maken we hier voor de mensen die dan een bungalowtje kopen. Die kunnen dan gewoon lekker genieten van de thematisering hier. Nou, daar ga ik voor zorgen. In deze aflevering ga ik er nog voor zorgen dat de hele Cars attractie de renovatie heeft gekregen. Althans, ik kan niet beloven dat het mooi wordt met de ingang, want daar was ik niet aan uitgekomen. Daar was ik niet doorheen gekomen, dat lukte me niet. Ik vind die muziek in 1.7 echt, ja, te gek. Die upgrade is te gek. En dan bedoel ik er echt mee te zeggen dat ze de Minecraft-makers hebben echt, ja, goed over nagedacht wat ze nou wouden upgraden in de nieuwe Minecraft. Ik ben helemaal in de war. In de nieuwe Minecraft snapshot versie ding. Alleen jammer is dat wij dus nog niet gebruik kunnen maken van 1.7 met de blokjes. En dat vind ik jammer, want we hebben een attractie die heeft zo hard die 1.7 nodig. Dat is niet normaal. Ik ga daar weinig van zeggen. En Blobelet is inderdaad aan het helpen. Maar Blobelet, je weet dat het 2 hoog moet, anders gaan mensen jumpen erop. Ja, ik ben Hallo. Oké, dus lopen we gewoon zo. Hoe is het? Ja, heel goed zelf. Ja? En jij, heb jij iets met Cars? Ja, ik vind het een heel mooi film. Ik heb ze ook al 2 gezien. Alle 2? En hoe vaak heb je ze gezien? Cars 1 denk ik 3 keer en Cars 2 1 keer. Oh, Cars 1 3 keer of wat zei je nou? Sorry, Cars... Cars 1 heb ik een stuk of 3. Ja, die was ook de moeite waard hoor. Cars 2 is een ontzettend goede film. Maar heel veel mensen zeggen dat deel 1 heel slecht is. Maar ik vind hem wel goed op zich. Ik vind hem juist weer heel anders tegenover deel 1. Ik weet waarom. Dat niet mooi vinden. Ik ook niet weten waarom dat ze dat niet mooi nee, vinden. Ik vond het ook een Planes met die vliegtuigen is ook blijkbaar moeite waard. Nee, die heb ik nog niet gezien. Nou, die durf ik dus, van ik heb de ingang. Ik heb de intro gezien, dus ik had de film per ongeluk gedownload. Ja, echt, ik drukte helemaal een paar knoppen en ineens stond hij op mijn PC. En toen dacht ik van, ik ga eens een stukje kijken en dan de eerste 20 minuten gekeken en toen heb ik de film afgezet. En ja, ik weet niet waarom, maar ik weet ook weer wel waarom, omdat het eigenlijk, ik vond er helemaal niks aan. Dat ben ik echt serieus, ik vond er echt niks aan. Ik vind het ook een rare overgang van auto's naar vliegtuigen. Cars gewend. Ja, het is uitmelken. Het is heel erg uitmelken. Nou, ik maak de layout niet echt heel erg bijzonder. Maar dat ga ik nu wel veranderen, anders wordt het alleen maar zwart. Ik ga hem hier, ik ga hem de bocht omlaken. Zo. Dat je daar wat hebt, thematisering. Het is natuurlijk een 3-pad. Ja, hè, Oscar? En hieronder zit allemaal water. Waar komt dit vandaan, jongens? Een hele... Ik ga het even drainen. Zo, geen water hier, jongens. Komt het toch nog in die burkjes, in die perkjes, komt het hier. Kijk, hele waterval, joh. Zo, heb ik er weg. Geen water hier. Nee, maar even kijken waar dit naartoe leidt, hoor. Want als ik nou dingen kapot maak... Nee, dit gaat nergens naartoe. Dit is achter het scherm, jongens, bij de Zinkraft. Ik heb een hele fontein zojuist helemaal weggehaald. Hoe vind je dat? Schande weer, hè. Ja, hier zit ook nog heel veel, maar volgens mij sluit het aan bij niks, denk ik. Ik haal het gewoon weg, hoor. Oh, wacht even. Undo. Dit hoort erbij, jongens. Oh. Fix water. En dan doen we even 40. Zo. Voor mij was dit de bedoeling. Nou, gaan we snel door naar de Cars. Ik zit ineens bij Ariel, hé. Je zit er weer flink mee te moeien, die Ariel. Nou, dan weet je wat we doen. Even kijken hoor. Ik maak wel even iets anders. In het water. Een groot blok. En die maken we tot hier. Zo. En dan zeg ik... Set grass. Zo. En dan hoor je geen waterstroming meer, hoop ik. Ja, je hoort hem nog wel. Nee, je hoort hem niet. Heerlijk. En we slopen dit allemaal, huppakee, want dit hebben we allemaal niet meer nodig. En het komt dan uit op dit. Zo. Simpel, hè, dat wilt edit. Hoi, Snuf. Kijk. Halen we dit zwart weg, zo, huppakee. Daar nog wat zwart. En dan vullen we dit op
dadelijk met een andere kleur. Zo. Dit is lekkere bouwvideo, jongens. Dus ik ben af en toe niet echt aansprekelijk. Sorry. Ik heb niet veel te vertellen. Ik ben een fan van cars, hè. En zoals je weet doen we natuurlijk allemaal renovatie in het park. En daarom is het hartstikke leuk om dat even te zien. Voor jullie dan, hè, de kijkers. Even kijken. Dan gaan we dit gaan we zwart maken. Dat hoort dan, het hoort 3 breed te zijn, want zo groot is het pad. Ik maak eerst de baan eerst en daarna doen we de thematisering. Nou, ik denk dat dit hoort zwart te zijn. Zwart is een weg, is de wegkleur, voor de mensen die het nog niet wisten. Hier komt een bocht, dus dan kunnen we hem zo maken, zo. En dan is hij heel dicht bij die wand hier. Die wand moeten we ook zo maken, dat die zet cobblestone. Zo. Oh, ai, dat was verkeerde. Zo. En ik denk dat we hier nog een beetje cobblestone. Nou, zeer voor de mensen die dit kijken. Het is heel grappig. Ik heb me vanmiddag namelijk ingeschreven voor iets heel bijzonders. En je zou het misschien niet verwachten van mij, maar ook misschien wel weer wel. En dat is iets wat ik eigenlijk nog niet met zekerheid kan zeggen dat het gaat gebeuren. Maar ik heb mijzelf ingeschreven bij een film. En dan praat ik echt over een bioscoopfilm. En ja, de kans dat ik natuurlijk meedoe is wel aanwezig. Niet groot. Dat is juist de vraag. Het is natuurlijk een verrassing. Maar ik heb me ingeschreven voor een film die gaat over Bassie en Adriaan. Dat klinkt misschien raar, maar als baron-imitator bij Banjotown en als bij groot liefhebber van Bassie en Adriaan, want dat is gewoon mijn grote voorbeeld, heb ik zoiets van, ja, ik ben er wel mee opgegroeid. Ik vind het wel vet om misschien wel een van de hoofdrollen te scoren, of sowieso een bijrol lijkt me al geweldig, maar sowieso een hele leuke rol te scoren in die Bassie en Adriaan film. En het gaat er dus om. Die film is toevallig vandaag aangekondigd, maar wanneer je deze video ziet zal het niet vandaag meer zijn. Maar in ieder geval, het gaat erover dat Bassie en Adriaan, de originele, die zijn ontvoerd door een neefje of zo. Of een familielid van de baron, de originele baron. En die heeft dus gemerkt dat Bassie en Adriaan succes hebben op het feit dat ze zoveel reizen door de wereld en de boeven verslaan en... En de baron is het er niet mee eens. En die wil wraak op Bassie en Adriaan. Dus wat hij doet is, hij stuurt zijn familielid erop af om hun te grazen te nemen, die Bassie en Adriaan. Dus dat is al sowieso een ontzettend leuk concept. Toch, Blobelet? Oh, Blobelet, wacht even. Ik doe de buitenkant. Want okay, dit was niet mijn idee. Ik ga wel even wetten, is goed. Zo. Hier, daar heb je als vieze honingberen ermee bemoeien. Dan gaat het helemaal niet goed. Dan gaat het niet goed. Ja, hou maar, is goed. Nee, haal maar weg helemaal, ja. Ik ga hem namelijk heel anders maken. Want ik heb namelijk een heel groot idee. En dat ga ik nu op schaal laten zien aan jullie mensen. Oké, let op. Let op wat ik ga doen. Let op. Oké. Ik ga een grot maken en in die grot staan een aantal cars. Carsmannetjes. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hartstikke fijn, hartstikke leuk. Dus ik ga een soort van... Nou, Donald, ga dus weg. Mikey, ga weg. Dankjewel. Mikey, wat heb jij een hele rare Donald skin. Ik vind het niet, erg hoor. Nee. Oké, cobblestone. Doen we set cobblestone zo. En dan doen we daar nog even 2 laagjes in. En dan maak ik eerst even een grove schets van hoe ik het wil hebben. Even kijken hoor. Nou, dan gaan we hier eens even... het is allemaal best wel krap. Dus ik ben benieuwd hoe we daar thematisering hier kunnen brengen. Maar het zou op zich wel kunnen. Even kijken, dan maken we hier nog even wat plek zo. Zo, dan hebben we net die lijn. En ik zie dat we hem nog een beetje breder kunnen doen. Dus dan zouden we eventueel, als ik hier zeg van we doen hem hier. Zo, dan maak ik eerst de omgeving, de omvang zeg maar. Nou, we kunnen hier nog een beetje naar achter, zie ik. Dat even slopen, zo. Blablabla. Maar ik zal even verder gaan met de Bassie en Adriaan. Dus, ik heb dus gevraagd, je moest een mailtje sturen of een berichtje. Je kon je aanmelden, moest je een foto van jezelf sturen. En je moest natuurlijk zeggen wat jouw unieke... Of jij kon goochelen, of je kon beatboxen, of jij kon buikspreken. Je moest een bepaalde gave hebben om mee te spelen in die film. En ik weet niet of dat een hint was naar een bepaalde clue. Dat ze iets van je verlangen in de film. Ik ben natuurlijk geen acteur, maar... geen acteur. Ik weet niet... Ja, ik kan wel een beetje acteren, denk ik. En als ik mijn best ervoor doe... En ik denk dat het dan wel goed gaat komen.
En Michael, doe niet alsof je vast zit, want je kan gewoon vliegen. Je deed alsof je zo'n bezoeker was van, nou, dat komt er niet uit. Goed, maar ja, dus ik ben benieuwd. Kijk, ik ben benieuwd of ze me die rol geven. En eind januari hoor ik uitslag. Nou, natuurlijk gaan jullie dat ook horen op YouTube van hoe en wat. En ja, en als het mag, misschien mag ik wel op de set gaan filmen. Maar laat ik nog niet zo enthousiast worden dan nu. Ja, ik ben natuurlijk wel enthousiast voor zoiets. Maar laat ik nog niet te hard van stapel lopen. Ik heb pas ook mij aangemeld voor de Lego Movie. De officiële Lego Movie 2014. Heb ik me gevraagd of ik een stem mocht inspreken. En ik ben gebeld door een privénummer. Toen heb ik achteraf gemaild van, ja, hebben jullie gebeld naar mij via een privénummer? Want dat doen vaak die bedrijven, hè? Die bellen dan naar je privé. En ik heb geen mailtje terug gehad. Ja, ik heb niks ontvangen. Dus dat vind ik eigenlijk aan de ene kant een beetje asociaal. Maar aan de andere kant denk ik van, nou, dat zal best wel een teken zijn van, nou, we weten niet eens wie je bent. Hè? We hebben niet eens jou gemaild of zo of iets. Of we hebben niet eens geprobeerd jou te bellen. Dat kan ook natuurlijk. Nou ja, dat zou jammer zijn. Maar ja, dat zou natuurlijk ook bestaan. En zo is het leven, jongens. Nou ja, goed. Maar ja, het lijkt me een geweldige ervaring om op zo'n set te lopen van Bas en Adriaan. Namelijk van de producenten van Spijt. Dus dat is best wel grappig. Ze zijn best wel professioneel. Die schrijven het scenario. Dus ja, ik vind Spijt een hele goede film. En ik denk dat Bas en Adriaan best wel kan uitgroeien. Of, nou ja, als ze hebben gezegd, als die... Het gaat om de neefjes van Bas en Adriaan. Anders vergeten te melden. Het gaat om de neefjes van Bas en Adriaan. Als dat goed gaat scoren op de film... En dat is natuurlijk de vraag altijd of dat gaat scoren bij het publiek. Ik bedoel, het publiek ziet liever actie, hè, tegenwoordig. Het is allemaal actie en animatiefilms waardig. Maar of we nou nog op zo'n wannabe Kabouter Plop film, hè, zo'n kinderfilm zitten te wachten, dat is even de vraag. En daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. Daar ben ik echt heel benieuwd naar wat dat gaat worden. Dus ja, en wie weet speel ik de Baron wel in plaats van Bassie en Adriaan. Of de neefjes dan. Het gaat niet om Bassie en Adriaan, een imitatie van Bassie. Het gaat echt om de neefjes van hem. Ik weet niet hoe ze op het idee komen. Ik vind het sowieso een origineel concept. Ik bedoel, de Arme Marie, de neefje van Bassie. Ja, ik vind het gewoon vet gedaan. En dat is zeker... Ja, ik was enthousiast, dus ik heb hem gelijk aangemeld. Ik heb gelijk ingeschreven. Nou, ik ben bijna klaar met de omgeving. Ik weet niet of Blope Letten nog is. Ja? Ja. Kijk, we kunnen dit... Dit heb ik expres uitgehold een beetje. Zodat we daar ook nog wat neer kunnen zetten. Zoals een auto of zo. Dan kunnen we een beetje diepte creëren in deze attractie. En dan maak ik het even af zo. Want het is wel een flinke uitbreiding wat we gaan doen op de Cars. Maar ja, dat is gewoon fijn als je gewoon dingen uitbreidt. Ja, dat ik weet hoe fijn het is als je een bezoeker bent. En je ziet een attractie vernieuwend... En ja, dat is gewoon geniaal. Dat vind ik zelf heel heerlijk. En zolang je die gedachte hebt van wat een bezoeker leuk zou vinden, dan heb je ook zoiets van, nou, dan ga ik dat gewoon aanpassen. Want ik weet dat gewoon vet is. Netjes gezegd, toch? Ik ben ook zo'n nette Nederlander. Ben ik een nette Nederlander, ja? Nou, ik vind je ook een hele nette Belg, hoor. De eerste keer dat je dat zegt? Nee, helemaal niet. Ik heb altijd mijn grote complimenten over jou gegeven, hoor. Toch? Ja, aanwezigheid en je support. Ja, dat mag gezegd worden, toch? Blobelet is onze broodbeleg, hè? Dat is jouw derde naam, ja. Jouw eerste naam is eigenlijk Blobelet. In plaats van Blue Bullet. Joepie. Ja, hoe spreek je jouw naam nou uit? Hoe zeg je jouw naam nou? Blood Bullet. En hoe kom je op die naam? Want mensen te denken van... Waarom zou je een naam hebben zoals... Bloedkogel. Klinkt zo... Ja, maar dat is wel vertaling. Bloedkogel. Koen Smeets, wat doe jij hier? Huppakee. Weg jij, Koen. Jij mag hier niet komen. Dit is vertrouwd gebied. Zo, de attractie is best wel een stuk groter geworden, joh. Het is dat ik X-Ray Minimap niet meer heb, maar het ziet er wel aardig groot uit, joh. Ja, het is ook iets anders. Indoor. Ja, en dat miste ik aan deze attractie. En... Ja, ik weet niet of jij dat miste, maar ik miste dat gewoon heel erg in deze attractie. Ja, we staan wel redelijk bekend voor Dark Ride en dat... Het is eigenlijk nu een Dark Ride aan het worden, want het was eigenlijk geen Dark Ride. Het was eigenlijk gewoon, Cars was eigenlijk gewoon een familieattractie, een rit,
Denk aan Rollercoaster Tycoon, rit in een karretje. Het zegt, voor de mensen zeggen het misschien niet zoveel. Maar rit in de karretje was een hele... Ja, een van mijn favoriete attracties. Klinkt heel raar, maar het was het eenvoudigste wat je kon bedenken. Het is gewoon net als in Six Flags of in Walibi. Denk aan de traptreintjes in Efteling. Ja, of de autootjes in Trivliet en in Walibi. Als je binnenkomt heb je rechts die soort van autootjes. Die je kan besturen. Nou, en dit is ongeveer het idee. Dus. Zo. En nu ben ik de grot een beetje aan het dichtmaken. Maar dat ga ik heel apart doen. Ik ga wel een beetje het hoog maken. Want ik wil namelijk dat de kars erin komt. Dat lijkt me gaaf. Als de kars erin komt te verschijnen. En jullie denken van dit ziet er niet uit, Vincent. Dan gaan we dadelijk helemaal oplossen. En dat is een heel handig trucje voor. Dus ik zou zeker verder blijven kijken naar deze aflevering. Om te kijken hoe ik dit ga oplossen. Maar dit is een beetje een idee om een beginnende grot te bouwen. En misschien is het helemaal niet zo netjes nu nog. Maar dat is juist de bedoeling. Een grot hoort ook heel erg, ja, niet zo heel erg netjes te zijn, zeg maar. Het moet een beetje rommelig aanvoelen. Dat het voelen, ja. Dat weet je, hè? Bloedkogel. Ja, bloedkogel, ja. Bloedkogeltje. Dat mag ik jou nu noemen, toch? Oh, Kiki gaat er lekker voor staan. Dankjewel, Kiki. Heel fijn. Dat houden we van als mensen ervoor gaan vliegen. Lekker niet bouwen. Kan je niet bouwen, nee. Dan kunnen wij niet bouwen, inderdaad. Dat is een beetje het punt. Daarom vragen we ook altijd heel lieve mensen, willen jullie alsjeblieft niet voor ons staan als we bouwen? Dat heeft gewoon één reden en dat is dat we dan niet verder kunnen bouwen, omdat er mensen voor staan. En ja, je kan natuurlijk niet ruiken waar we gaan bouwen, dat is altijd een verrassing. Oh, daar staat de camera, ik was daar aan het kijken, maar dat, ja, goed. Oké, nou, het is even een saai proces, maar we komen er wel, toch? Altijd. Sowieso, daar gaan we voor, toch? Weet je hoe Koen Smit? Wat zeg je? Mocht hij er wel komen, dan was er een gang. Was er een gang? Door een schilderij. Hier door een schilderij. Echt? Ja, dan kun je het in een berg. Ja, ik zie het natuurlijk. Oh ja, ik zie het, ja. Ja, nee, Koen. Nee. Jij gaat maar lekker die berg in hier. Ga maar die berg in, hup. Dat is inderdaad een secret hier. Hup, ga maar. Goed zo. En blijven. Zo. Hoe kwam die daar dan op? Nee, dat is zielig. Ik ga hem gelijk bevrijden. Kom maar, Koen. Wat kijk je nou? Oké. Het is een hoop werk, jongens. Ik ga niet één voor één die... Ik ga niet heel de grot al gelijk inrichten. Want het voordeel is, als je genoeg licht hebt van buiten, dan kan je wat makkelijker inrichten. Maar als je nu al hierin kijkt, heeft het al een beetje een grot idee. Dus het ziet er al aardig uit nu. Ja, dit nog een beetje oudbollig, maar dat gaan we zo oplossen. Rustig mensen, niet gelijk haasten. Of jagen, niet gelijk jagen op me. Zo. Dan maken we dit een beetje zo. Zo. En de buitenkant gaat het even niet om, het gaat om even om de binnenkant. Ik denk dat we even dit zo gaan doen. Zo. Dit maken we gewoon dicht zo. Kunnen we bovenop zand leggen ook, hè? Ja, kunnen we ook nog doen. Ja, een beetje zand inderdaad. Maar laten we er nog even op mee wachten, anders valt al dat zand naar beneden voor de gaten. Die we nog gaan creëren dadelijk. Ik laat eerst even de mensen zien hoe het idee. De slabs zijn een heel grote toevoeging aan zo'n grot. En dat betekent dat je verschillende soorten lagen kunt creëren. Kijk, zoals ik nu doe. Kijk, je kan... Kijk, je ziet het hier al. Het heeft al echt een grot effect. En binnenin, kijk, kan je ook een paar van die dingen plaatsen zo. Kijk, en dit maakt het al echt een hele gave grot dit. En we doen dadelijk nog veel meer aanpassingen. Kijk, je moet gewoon een beetje in het wilde wegklikken, zo zie je het. Kijk, en dan een beetje op de grond zo. Niet te veel, want dan hebben we nog plek voor cars. Maar kijk, dit hoekje is op zich al bijna af. Je zou nog kunnen zeggen, als je stone invult, dan heb je namelijk de mossy cobblestone wall en de normale. En die zou je dan lekker zo naar beneden kunnen laten gaan, zie je het? Dan heb je een beetje een druipgrotje. Leuk, hè? Het is best simpel, hoor. Maar je moet er gewoon even opkomen. En je zou ook vanaf de onderkant, want die kunnen wij cobblestone maken. Dat maak ik gelijk eventjes. Dat doe ik gewoon slash set cobblestone. En dan doe ik slash stone. Dan wordt het een mix van
Die twee dingen, maar gevarieerd een beetje. Zo, doen we daar ook. En dan vul ik dat gelijk even snel op. En dan hebben we al gelijk een beginstukje. Tada! Zo. Nou, dit ziet wel leuk uit, toch? Dit zo. Ik zeg doen. Zo. En hier nog even wat. Zo, en dan maken we hier nog wat. Het gaat allemaal zo snel. Punch! Zo, dan hebben we even dat beginstukje heb ik eventjes gemaakt. Zo, dan doe ik daar nog even. Plat en plak. En dan hebben we hier nog wat groen. Dat doen we gelijk weghalen. Zo. Nou, dan is al dat groen wel een beetje weg bijna. Plat. En hier doen we ook even een platje. Zo. Huppakee. En dit kunnen we ook nog opvullen met het groen. Kan wel even. Oh. Bedankt, vuurvlam. Ik weet niet of je dat plaatst daar. Nee, hè? Hallo, vuurvlam. Hoor je mij? Als u mij hoort, sla dan mij 3 keer. Nee, hij hoort me niet. Was te proberen, was te proberen. Nou, hier kom je dus met de auto van... Oh, we gaan een grot in! Je hoeft helemaal niet bang te zijn. Het is gewoon een hele leuke. Jordi slot. Wat komen al die vips doen hier? Ga weg! Ga weg, iedereen! Nee hoor. Ik ben lief. Dit keer. Dit keer zie ik het door de vingers. Jongens, jullie mogen erbij zijn. Bij de bouw. Anders krijg je iedereen bang. Ja, misschien kunnen we jou even vragen, zou jij een auto kunnen ontwerpen? Heb je wel eens een car attracties gemaakt? Heb je wel eens een car attractie gemaakt? Oh, nee. Ik heb eigenlijk nog niet een car attractie gemaakt, maar wel als een auto in downtown, dus... Oh, kijk. Nou, misschien leuk om zo'n auto hier de grot uit te laten steken. Nou, hij is 3 breed, dus ik maak 3. En dan zou je in principe... Zouden we dit wel zwart kunnen maken misschien, dat het zwart lijkt, de achtergrond. Maar het is wel leuk om misschien zo'n auto te laten uitsteken of zo, maar de achterkant zwart. Dus dan zou je... Omdat die 3 breed is, moet je hem 5 breed maken. En dan kunnen we dit zwart maken. Dus dit maken we black. Zo. En dan zou je een cars attractie of een ding eruit kunnen laten steken. Ja, kijk, jij snapt hem. Juist. Zal ik je gelijk even een beetje helpen zo? Zoiets. En dan doe je plop, plop. En dan, ja, kijk je maar verder. Dat is misschien leuk zo. En dan zouden we ook nog met slapjes, zou je dan... Ja, ik lach omdat ik het leuk eruit vind zien, zeg maar. Kijk, en zo zou je... Niet ook in vallen, sandblocks! Zo. Kijk, nou heb je een variatie. En dan zou je ook nog dit kunnen doen, zo. Oh, dan moet dit natuurlijk ook wel zo. Oh, wat leuk! Oh, dan valt het natuurlijk naar beneden. Dan moet ik dat taak fixen beneden. Zo. En dan maken we hier een slapje van, dus. Zo. En dan maken we dit. Oh, wacht even. Slap. Nee. Slap. Zo. Prachtig dit. En dan ga ik even naar buiten kijken wat voor damage ik aan heb gekregen. Oh, heel veel mensen achter me aankomen. Zo. Tuurlijk doen ze dat. Ga weg! Laat me met rust! Kijk, je ziet inderdaad die zwarte gaten zo. Die zie je nu meer vanaf de buitenkant. Haha. Vet. Dit is gaaf. Beetje zand erop zo. Doen we dadelijk wel meer nog. Wacht wel even mee. Nou, je komt binnen hier en dan moeten we hier wat thematisering plaatsen. Dit wordt een lange video, heb ik het gevoel. Ja, het wordt een lange video, denk ik. Nou, dat is ook wel eens leuk, toch? Een keer. Waarom ook niet? Dikke YOLO. YOLO. Ja, wat is er nou, jongens? Zo aandringen. Even kijken. Mij lijkt het leuk om gewoon even een chest erin te zetten en een beetje, ja, lantaarnpalen, denk ik. Ik denk dat we lantaarnpalen kunnen neerzetten. En beacons hoor ik net vallen, ja, inderdaad. Ook een leuk idee. Beak van die anvils. Oh. Ja, de grotten. Ja, in grotten zitten altijd anvils. Ja, Lourdes gaat... Oh, eentje van hem mee. Zag je het? Stef mij zag het. Maar hij zei maar niks. Hij zei van, ja, het is wel goed. Hè? Ja. Hij hoort mij wel, die Stef. Ja, hè? Jij hoort mij, hè? Wauw. Ja, soms zie je ze knikken. Hè? Denk van, ja, je weet het niet. Het is altijd een verrassing. Ik vind het altijd wel leuk. Ik weet ook niet wie er allemaal nu in het kanaal zitten. We zitten in een opnamekanaal, mensen. Dus wil je een keer zo'n opname bijwonen? Nou ja, of meeluisteren live? Dan kan je gewoon naar Teamspeak joinen. Vincent.disneycraft.nl is gewoon een Teamspeak IP. En dan kan je gewoon... Niet dat ik daar elke keer met elke opname zit, want ja...
Ik wil ook wel eens zonder allemaal mensen opnemen. Maar als we gewoon zo'n Disneycraft afleveringen doen, dan kan je altijd erbij zijn. Ik vind het ook wel knap voor de mensen die dit helemaal afkijken tot het einde. Vind je dat nou echt zo leuk om mij een paar blokjes te zien plaatsen, jongens? Vind dat jullie echt zo leuk? Niks aan, jongens. Ik zou het saai vinden om naar mij te kijken. Ik zou het, nee, meen ik echt serieus. Ik zou het echt saai vinden. Ik zou zulke video's niet eens aanklikken, weet je dat? Nee hoor, het is altijd leuk om de vorderingen. Ik moet niet te min over mezelf zijn. Ik bedoel, ik snap dat het heel leuk is om gewoon te kijken hoe wij een attractie inrichten. Want ja, bezoekers die zien dit niet wat wij nu doen. Die zitten daar achter die tralies. Nou ja, tralies. Ik weet niet of we bezoekers hebben nu op dit moment. Ja, Lars Meijner. Die zit hier gewoon even te kijken. Hallo Lars Meijner. Hoort u mij? Ja? Hij hoort mij ook. Zie jij? Of hij heeft gewoon een nekvirus zo. Heb je een nekvirus? Nee. Oké, hij hoort me echt wel. Oké, dat is spannend. Ja, zo, ik weet ook niet of Koen Smeets mij hoort. Hoor je mij, Koen Smeets? Ook al. Nou, oh, dat is echt. Ja, die zit allemaal in het kanaal. Ja, ik zie dat niet, want ik heb mijn opname. Ik heb hier. 8-7 man hoor. Wat zeg je? 8-7 man in het kanaal. 7 man in het kanaal? Zit allemaal af te luisteren. Nou, maakt niet uit. Oké, ik ga de grot. Ja, ik vind de grot leuk. Ik vind het zo leuk om me. En ik dacht van, we gaan hier zo'n scène maken. Dat hier. Ja, ik moet even Cars. Misschien ga ik die film wel weer opnieuw kijken. Dat ik ideeën krijg. Maar ik weet even niks. Niks meer eventjes. Maar dat waren ook met die rode bergen, hè? Vooral daar, ze waren er een rood landachtig gebied ook. Oh. Je bedoelt. Ja. Daar is nou een nieuw deel van. Dat past al de mensen. Deel met zo'n Rocky Mountain bergen. Ook een beetje zoals Stealth Cars. Oké. Ja, klopt, ja. Klopt. Dat gedeelte, ja. Kijk, dit is ook wel leuk om zo te doen, zo. Beetje gaatjes erin, zo. Beetje zand. Zand door de muur. Dat is ook wel variatie, zo. Kom dat zien. Hier een paar gaatjes, zo. Zo, dat is wel leuk zo. Een paar van die gaten door de muur. Beetje variatie. Oh, het water. Ook leuk. Zo'n water in het grotje. Dat ontbreekt er gewoon. Dat mag niet ontbreken. En hier dacht ik, als we nou koplampjes maken. Kijk, dan doe ik meestal zo. Plop, plop. En deze heeft dan gewoon echt. Nee, we doen gewoon sponge. We doen gewoon sponge. Dat vind ik een leuke koplamp. Gewoon lekkere sponge koplampjes. Kijk nou. Beetje vieze koplamp heeft hij. Ik ben ja te knikken, die Stef. Hé, wie is dat? Nog een sponge. Meest zwart. Wat heeft hij nou weer als kind? Een meloen? Wat is die nou weer? Echt nou ja, gewoon. Ja, ik weet het ook niet. Nou ja, goed. Hier wou ik ook nog een paar van die Cars dingen maken. Misschien MacRae, die gozer. Dus dan plaats ik hier wel een bordje met een sign of zo. Heb jij een sign toevallig bij? Nee. Ja, wat ik weet, ze mag. Wacht, hier dan. Scène. Hoe noem je die gozer? McQueen. En die Takel. Lexer McQueen, ja. McQueen en Takel. Nou, dan komt hier ook nog een. Ja, we kunnen hier ook wel een soort van iets doen. Is ook wel leuk. Je zou ook hier een weg kunnen maken, denk ik. Misschien ook wel leuk. Als we nou dit doen, jongens. Kijk, ik maak dit zwart. Zo, ik doe set black. Zo. En dan maken we hier. Een weg. Zo. En die weg. Die gaat zo. Kijk. Beetje raar idee misschien, maar. Je sluit aan met deze weg. Zo. Zo. Dan heb je twee wegen. Misschien wel leuk. Nee, Snuf, je kan er niet in. Is nep dit. Dit is fake. Snuf, hou maar. Dit is fake. Ik heb zo'n headbanger op dat ding. Nou, en hier kunnen we ook nog wat scènes doen. Oh, jongens, ik denk dat we het niet van afkrijgen. Ik denk dat het een te. Ik heb gewoon het gevoel, het wordt een te lange video om allemaal te laten zien.
Maar dan wil ik wel als verrassing zeggen, van kom gerust even een keer kijken in de Cars attractie of dat nieuwe gebied al open is waar we nu aan het bouwen zijn. Ik kan niet garanderen dat het meteen open is, maar we zijn er lekker aan bezig. Dus ja, vergeet zeker niet af en toe te kijken in de Warp Cars. En dat komt helemaal goed. Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden om even die kleine upgrade te zien hoe wij dit aanpakken. Ik bedank Blobelet voor, ik bedank Bloedkogel voor het meedoen aan deze video. En natuurlijk alle VIP's die er om me heen staan te dansen en te springen. En natuurlijk ook de mensen die hiervoor stonden. Koen Smeets is weg! Waar is die nou? Nou ja, goed. Er zitten ook mensen zelfs in de cars. Hallo. Leuk hè? Lars Meijner ook. Hallo. En dan zie ik je volgende terug bij een nieuwe aflevering in Disneycraft. Bedankt, doei doei! Doei doei! Doen we nog een Belgische enthousiasme? Oh. Oké. Doen we een Belgische enthousiasme? Oké. Oké. Doen we op 3, 2, 1, oké? Ja. Oké. 3, 2, 1. Doei! Friet! Doei doei! Wauw. Dat had je niet verwacht, hè? Nee, ja, nee, nee. Of konden ze friet met mayonaise! Nou ja, kan toch. Ben ik weer eens. Ja, sorry, het kan wel.